naar een nieuwe Mommy Monday. En vandaag ga ik een filmpje opnemen dat verzocht werd door iemand in de vorige week Mommy Monday. Met de vraag van, goh, hè, de babyuitzetlijst, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat heb je daar nou echt van nodig en wat is eigenlijk een beetje overdreven? Vond ik een heel goed idee en vandaar dat ik daar eigenlijk mee aan de slag ben gegaan. Want toen ik zelf in verwachting was, ja, vond ik het ook lastig om te bepalen van wat heb ik nou allemaal nodig. En er zijn er heel veel handige lijsten op internet en verkrijgbaar. Ik wist natuurlijk ook niet van heb je het allemaal wel nodig, bla bla bla. En ja, we hebben het een en ander aangeschaft, maar ook een aantal dingen niet. En ja, zo zijn we eigenlijk gaan kijken wat we nodig hebben en wat we dus niet gebruikt hebben. Dus dat heb ik nou zeg maar voor jullie om te vertellen. Wat je nou echt nodig hebt van die baby uitzetlijst. Nou, ik heb de uitzetlijst hier eventjes in beeld gebracht. Dit is er eentje van de prenatal. En die is natuurlijk heel erg reclame gevoelig. Want ja, dat zijn gelijk linkjes naar de producten zelf. Maar daardoor vond ik het juist handig om deze te nemen. Om te vertellen wat je nou gewoon niet nodig hebt. En waar heel veel reclame voor wordt gemaakt. Wat echt overbodig is. Dat je niet te veel gaat kopen. Dus deze hou ik er even bij. Voor het badderen, daar begin ik mee. Voor het in bad gaan met je kindje heb je nodig een bad met standaard, een badthermometer. En je zou een luieremmer en een badspeeltjes nodig hebben. Nou, we hebben inderdaad een bad met standaard. En die gebruiken we eigenlijk wel veel. Die staat bij ons in de badkamer en daar doen we er eigenlijk wel veel in. We hebben toen niet een tummy tub genomen, wat je dus ook kan doen voor erbij. Vonden we eigenlijk een beetje overbodig, want ja, zo lang kunnen ze daar ook niet in. En een badje is ook lekker geborgen. Hè? Als je er gewoon goed vasthoudt, goed geborgen, dan doet dat net zoveel. Dus het bad met standaard. En inderdaad, die thermometer is heel belangrijk. Omdat die aangeeft of het badje niet te warm is. En dat is toch wel zelf moeilijk te voelen. Voor in bad dus. Verder staat erbij dat daar een badspeeltje bij, dat daar een badspeeltje bij hoort. Nou, badspeeltjes zijn eigenlijk nog niet nodig. Pas als het kindje echt wat meer bewust gaat spelen. Voor de verzorging heb je een luieremmer nodig, zeggen ze. Nou, dat is handig. Een luieremmer is natuurlijk bedoeld om de luiers te gooien in de hoop dat de geurtjes wat verminderd zijn. Maar de ervaring leert dat geurtjes echt niet weg te halen zijn. Ook niet met een of andere fancy luieremmer waarin ieder luiertje apart in folie met geurdingetjes verpakt wordt. Een luier stinkt gewoon en hoe langer dat bewaard blijft gaat het meer stinken. Dus wat wij doen, we hebben gewoon een vuilniszak daar liggen, de luiers gaan erin en vrijwel iedere dag vervangen we die. Dus dan voorkomt het nare geurtjes, heb je niet zo'n luieremmer nodig met drie veel zakjes en bespaart het ook nog eens ruimte. Nou, voor de verzorging verder een aankleedkussen. Die is geloof ik van de HEMA en met aankleedkussen hoezen. Nou, dat is wel heel erg fijn, want die hoezen, ja, zorgt natuurlijk voor die kun je vervangen, kun je wassen, ligt het ook lekker op. En dan kun je natuurlijk het wat schoon houden. En we hebben twee aankleedkussens. Eentje op de commode en eentje in de badkamer. Voor als we er in bad hebben gedaan, kunnen we er dadelijk daar in ieder geval lekker inwikkelen. Zodat we in het doek, zodat ze badcape naar de babykamer vervoerd wordt om haar aan te kleden. Badcapes heb je daarom ook nodig. Die staat niet op deze lijst, maar die zou ik echt aanraden. Omdat je dan inderdaad het na het douchen gelijk in kan wikkelen dat het warm is. Maar we hebben die ook veel gebruikt tijdens het voeden. 'S Nachts bijvoorbeeld als ze uit een warmer bedje komt. Je haalt haar eruit dat ze lekker in het warme badcape zit. Dat is toch lekker warm. Zou ik zeker minimaal twee in huis halen. Nagelschaartje met ronde punt. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, die hebben we inderdaad. Maar die hebben we nog niet gebruikt. Haar nageltjes groeien niet zo heel hard. De eerste 6 weken of langer mag je het ook niet knippen. Dus het is ook echt niet nodig om gelijk in huis te hebben. En verder staat er nog een haarborstel. Nou, onze Lana heeft heel veel haar. Maar echt nog niet zoveel dat het niet uitkambaar is of mooi een model gebracht te worden. Dus eigenlijk hebben wij hem nog niet gebruikt. Pseudocreme zou ik wel doen. Voor de schrale billetjes. Sommige kinderen zijn er net wat gevoeliger voor. Dus dat zou ik wel in huis halen. 12 hydrofiel luiers. Nou, die hydrofiel luiers, daar zweer ik bij. Die gebruiken we op het aankleedkussen. Die gebruiken we bij het voeden. Om, voor als ze spuugt bijvoorbeeld. Die gebruiken we op het bedje. Op haar lakentje, zeg maar. Hoeslaken. Omdat we die niet dagelijks hoeven te vervangen mochten spugen. Ligt deze er nog overheen. Dus ik zweer bij deze doekjes. Ik zou er heel veel halen. Minimaal al nou, 10, 15. Want die gaan heel veel in de was. En ja, die zijn gewoon heel erg fijn. Dus die zou ik zeker aanraden om in ieder geval een huis te halen. Die heb je bij de HEMA, die heb je bij het Kruidvat. In meerdere in één pak, dus dat is wel fijn.
Hydrofiel washandjes, die zou je kunnen gebruiken. Eigenlijk gebruiken wij ze vrijwel niet, want ik was haar gewoon met de hand. Dus in badje lekker met de hand doe ik haar helemaal in zeep. Of die gebruiken ze nog wel eens als ze met warm water om haar ogen schoon te maken. Maar ja, dat kun je natuurlijk ook gewoon met een ander doekje doen. Dus ik vind het niet per se nodig. En verzorgingsproducten zoals babycreme, babyzeep, babyolie, babyhaarlotion. Ja, ik zou zorgen dat je wel een babycreme hebt, een lekkere zwitsel en zeep natuurlijk, echt een babyzeep. Aankleden, nou, het is heel moeilijk in te schatten welke maat heeft mijn kindje bij de geboorte. Sommige kinderen zijn heel flink, dat heeft ook een beetje te maken met hoe groot de ouders zijn. Wanneer het geboren wordt heeft het mee te maken. Kijk, een vroeg geboorte zorgt natuurlijk ook voor een kleiner kindje. Jongetjes zijn over het algemeen wat groter, dus het is moeilijk in te schatten. Sommige kinderen beginnen niet eens bij maat 50, beginnen gelijk bij 56. Dus dat is een beetje afwachten. Dan hebben ze bij de HEMA van dit soort rompertjes, zitten er geloof ik 5 of 6 in een pak voor 12 euro. En voor jongens of meisjes. En die zijn maat 50, 56. Dus die zullen misschien op het begin wat ruim kunnen zitten. Maar daar kunnen ze wel echt eventjes mee doen. En die zijn rekbaar. Ja, die zijn zeker heel erg fijn. Om er een aantal van in huis te hebben. Om zo'n pak van 6 te kopen. En natuurlijk nog meer rompers. Want rompers die gebruik je ontzettend veel. Zeker iedere dag wel eentje. Soms wel twee. Natuurlijk als ze bijvoorbeeld langs de luier poept. Of wat dan ook. Dan kun je die... heb je die veel nodig. Die zitten heel veel in de was. Dus kun je beter maar veel hebben. Kleding is natuurlijk voor jezelf bepalen wat je daarvoor wil halen. Geef je borstvoeding. Dan zou ik zeker aanraden. Voedingskussen heb ik eigenlijk niet echt gebruikt vanaf de geboorte. Wel in de zwangerschap vond ik het heel fijn om met die dikke buik lekker te liggen in bed met die kussens. Maar nu ik haar borstvoed, heb ik hem eigenlijk niet nodig. Ik heb gewoon mijn hoofdkussen van mijn bed zet ik rechtop en dan ga ik in bed zitten voeden. Of ik doe het in de bank met wat kussentjes om me heen. Maar eigenlijk heb ik het niet echt nodig. Maar ja, dat is echt heel erg persoonlijk. Ja, een kolf natuurlijk en eventueel wat flesjes. Ja, voor flesvoeding geldt hetzelfde. Daarbij staat er natuurlijk hè, dat je flesjes nodig hebt. Een borstel voor de flesjes schoon te maken. Een melkpoedercontainer om natuurlijk wat melkpoeder mee te kunnen nemen of in porties te kunnen vervoeren. Maar er staat bijvoorbeeld ook een magnetron sterilisator om flesjes uit te koken via de magnetron in zo'n ding. Ja, dat vind ik eigenlijk heel overdreven. Je kunt flesjes gewoon uitkoken in een pannetje, heet water opzetten, 3 minuutjes goed laten koken, dat de bacterie ook dood. En ook met flesverwarmer zou ik zeggen gebruik of de magnetron als die goed afgesteld kan worden. Gebruik waterkoker met koud water mengen dat je lauwwarm water krijgt en voel de temperatuur op je pols. Of gebruik warm water uit de kraan om poedermelk mee aan te mengen. Je hoeft daar niet per se een flesverwarmer voor te hebben. Op de slaapkamer natuurlijk een ledikantje nodig. Een commode. Je hebt natuurlijk in de woonkamer een box nodig. Kun je prima ook tweedehands halen. Dus dat is wel een tip. We hebben bijvoorbeeld de babykamer tweedehands van kennissen via kunnen overnemen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Je kunt echt goed creatief zijn en ontzettend leuke dingen aanschaffen. En je hoeft niet per se en een ledekantje en een wiegje. Als je ervoor kiest om het kindje de eerste weken bijvoorbeeld op je kamer te laten leggen of langer. Dan hoef je niet per se daar een wiegje en een ledekant op de slaapkamer te hebben. Wij hebben gewoon haar ledekantje van haar babykamer op onze kamer staan. Omdat het toch past, hoeven we niet ook een wiegje te kopen. Maar een kleine slaapkamer zelf, dan zou ik wel een wiegje nemen als je het kindje bij jullie op de kamer wil laten slapen. Om als ruimtebesparing, maar anders is het niet per se nodig. Dan heb je natuurlijk allerlei hoeslakertjes en dat soort dingetjes nodig. Ga ik nu niet bespreken, want dat vind ik wel heel vanzelfsprekend. Oh ja, de kruik. Ze geven aan dat je 2 kruiken nodig hebt, 2 kruikenzakken. Nou, we hebben 1 kruik en 2 kruikenzakken. Die kruik heb ik maar alleen maar de eerste paar weken gebruikt toen ze nog niet zo goed zelf de temperatuur kon regelen. Daarna hebben we de kruik niet meer gebruikt en we hebben er eigenlijk maar 1 hadden we er maar gekocht. Dat is 1 voldoende, want je hebt ze zo vervangen. Even nieuw water erin, nieuw warm water en je kunt hem weer neerleggen. Dus ik zou niet per se 2 kruiken aanbevelen. Nou, een muziekdoosje is natuurlijk wel heel erg leuk om het kindje goed in slaap te laten komen. Wat wij deden is, deze hadden we al vrij vroeg. Dus die hielden we tegen de buik aan vanaf 24 weken zwangerschap ongeveer. En iedere avond ongeveer ja, hetzelfde tijdstip voordat ik ging slapen. En op die manier kon ze dat herkennen, zeg maar. En merkte ook dat ze daar actief van werd 's avonds. Inmiddels, nu ze geboren is, gebruik ik hem ook voor het slapen gaan. En dit is voor haar gewoon een heel bekend geluid. Dus dat is wel een leuke tip. Ja. Verder, qua luiertjes en luierdoekjes hoef je echt niet per se Pampers te gebruiken. Het is gewoon vrij duur. Bijvoorbeeld zo'n pakje kost van Pampers geloof ik 2 euro, 2,50.
En dit is een merk, een soort Euroshopper merk van de Kruidvat. Heb je zo'n pakje voor 69 cent. Nou, die pakjes vliegen er doorheen. Dus ik zou gewoon aanraden om het dan gewoon van een huismerk te halen. En dat geldt ook voor luiers. Want daar kun je gewoon heel veel mee besparen. En het is allemaal net zo goed. Dus dat is mijn tip voor jullie. Dat is eigenlijk hoe wij de uitzet hebben geregeld. Dus heel veel HEMA, Kruidvat, wel wat dingetjes prenatal. We hebben best wel veel gekregen. Dus qua speelgoed en kleding. En heel veel dingen heb je altijd nog gekocht zodra het kindje geboren is. Dus heel veel dingetjes zijn overbodig. Of kom je later achter dat ze niet nodig zijn. Of juist wel. Kun je het altijd nog kopen. Maar het is zonde om al veel zoveel in huis te halen. Dat is eigenlijk de baby uitzet hoe wij dat hebben gedaan. Met wat tips van dingen die je echt niet nodig hebt. Nou, ben ik waarschijnlijk heel veel dingetjes vergeten. Maar heel veel dingen zijn ook wel vanzelfsprekend. Maar er zijn gewoon een aantal dingen overbodig in mijn ogen. Nou, dat is eigenlijk wat ik in deze Monday wil bespreken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zou het heel leuk vinden als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende keer.